Het is een begrip tijdens deze verkiezingstijd. Ik vertrouw de NOS volledig. Oh, dat is niet zo handig. Ik vind het toch van een niveau. Lava. Democraten. Ik vind ze alle twee lelijk. Hey, we gaan even uit beeld. Kan dat nog één keer herhaald worden? Het vlog van 9 maart. Twee nieuwe katten. Het is toch de NPO? Nou, Rutte denkt eigenlijk persoonlijk denkt hij anders over voltooid leven dan zijn partij. Goedemorgen. Hij zit sowieso bij. Goedemorgen. En er is gewoon ruimte voor. Je ziet het niet zo vaak, een lijsttrekker die een beetje afstand neemt van zijn eigen programma. Ben jij live staan? Of? Dit is voor het vlog. Ja, er is altijd één zetel erbij als je in het vlog zit. Ja. Joost zit politici uitspraken over ons uit te lokken. Wie van de twee vindt u nou het mooiste? Oh, dan krijg je nou weer die vraag? Ja. Nou merk je dat er dus echt een buzz is over het vloggen. Maar dan merk je wel dat ze wel een mening over jullie hebben. Ze zijn altijd heel erg lelijk. Oh god, het is echt topmateriaal. Ik vond het een hele leuke mening. Die is de lijsttrekker van de dag eigenlijk. Alexander Pechtold. Ja, maar dat komt omdat ik gewoon een hele goede interviewer ben. Of zo, ik ben echt moe, ik kan gewoon niet meer praten. Ja. Ik ben gewoon een hele goede interviewer. Oh, hoe was het nou dat jouw vlog op nationale televisie is gekomen? Ja, ik vraag van een ding voor. Nou, wat vind je ervan? Ik heb er van niemand iets van. Ja, Mario, het team, hè? Kijkt u ook het vlog? Ja, vlog? Maar het is toch al dat het vlog dus tot in kabinetskringen is doorgedrongen. Ja, en die ene van de kapper vooral. Het is gek dat het zo lang heeft geduurd. Het was een intiem moment. Die kruimelen. Je hebt het toch wel een keer gezien? Ja. Morgen. Ik denk toch dat we inmiddels de zomervakantie wel kunnen gaan skippen. Informatie, dat wordt echt zo ingewikkeld. Het CDA is erg buigzaam. Die verkopen hun moeder nog voor nou, de macht. Nou, dat zijn dan weer uw woorden. Over moeder gesproken, ook nog een vraag binnen. Toch niet van mijn moeder, hè? Nou, het klopte dat u uw moeder nog zou verkopen voor de EU. Nee, mijn moeder zelf zou zich er wel graag voor opofferen, hoor. Europa stelt in een jaarlijkse feestdag voor het ambachtelijk schepijs. Het is wel heel lekker schepijs. Het is veel beter dan gewoon ijs. Nou, als ik u daarmee maar Europa kan verkopen, dan ben ik bereid die dag toch in stand te houden. Oké, later, tot morgen. Heel inhoudelijk was het weer. Nou, dat was Pechtold. Ook wel redelijk ontspannen. Ziet er meestal wel moe uit. Meestal voor de verkiezingen wordt hij plat gedrukt door andere partijen. Hij heeft gewoon nog een stijgende lijn. En morgen is trouwens de lijsttrekker van de dag. Jesse Klaver. Oh ja, Klaver. Kijk, dit is namelijk leuk. Op Xander zijn overhemd kan je dus, als je hier klikt, abonneer je dus op het vlog. Vind je dat NOS-knopje? Tot morgen.